Whisky nummer 5, Glen Elgin, die we gaan proeven. Glen Elgin, Schotse single malt distillery, opgericht in 1898, is een distillerij die dat gelegen is in Elgin, op weg naar Rots. Is op dit moment nog onder eigendom van Diageo, dus het zou evengoed in een reeks van de Game of Thrones hebben kunnen zitten. Dus de broer of zus van de Talisker, de Lagavulin, de Craigenmore, de Dalwhinnies, de Orr of de Obens, voldoende in het segment van Diageo. We hebben hier een whisky zelf even spieken, 40%, nee 43% gaan we nu naartoe. 12 jaar, dus weer 2 jaar ouder dan de voorgaande, de Jura. De 5e whisky, en ik ga meteen uitschenken. Ik heb de Abervelli en de Scappa Glanza, die ga ik hier by the way gewoon de hele tijd laten staan. Andere glaasjes zal ik nog wel eens te pas en te onpas tevoorschijn toveren om een vergelijking te maken. Het is natuurlijk moeilijk als we een video opnemen hoe dat we het best met elkaar communiceren op gebied van degustaties en welke degustaties we voor elkaar gaan zetten of naast elkaar gaan zetten. De Glen Elgin, eerst eens walsen, de geuren losmaken, glaasken opwarmen en ruiken. En opnieuw komt mij tegemoet de fruitigheid. Jonge peertjes, jonge appel, lichte karamel. Het doet me wel snakken naar iets te drinken. In hun tasting notes maken ze gewag van tiramisu, van granen. En opnieuw, ik dacht dat het net was bij de Scappa Glanza, ook van honing. Honing heb ik niet zo direct. Granen kan ik inkomen. En de tiramisu kan ik me eigenlijk wel heel goed in vinden. Naargelang dat ik nu eigenlijk over heel zoete producten bezig ben, terwijl dat het juist op geur heel fruitig was voor mij, blijf ik op neus wel bij de fruitigheid die overheerst. Ik ga eens vergelijken met de Scappa Glanza. Rokerigheid is nu terug iets gedempt. Terug wat meer fruit. Wel een mooie vergelijking om de Scappa Glanza met de Glen Elgin te vergelijken. Abervelli is even dood. Dan krijg ik hier na het pairen met deze twee een beetje muffigheid op geur. Ik ga er mijn Jura ook nog eens bij pakken. Jura blijft mooi in balans. Glen Elgin. Het is ook een van de laatste distillerijen die dat in de whiskyboom van 1890 nog gebouwd is. Die heeft mede een potstil distillatie, maar wat dat ze het uiteinde dus gaan laten afkoelen in worm tubs. Dat is ook hetgeen wat op de fles is afgebeeld. Dit is by the way een van de weinige distillery bottlingen waar dat ze uitbrengen. Dit is ook nog wel een oude uitgave. Kan goed zijn, ik weet het zelf niet, of als er een nieuwe uitgave ondertussen, dus qua look, is uitgebracht. Dit is de Glen Elgin 12 jaar. Voor mij fruitig op neus, zoet op smaak, heel toegankelijk. We gaan die weg even verder zetten van de zeer toegankelijke, instapbare whiskies. Om nadien, ja, we hebben er 16 voor de boeg, tot een higher end te gaan. Laat het smaken.